En de start is in één keer goed. Ook voor de favoriet paardse nummer 3 Avenir C. Want die snelt met Dennis Minnema naar de leiding. Althans, doet daar alles voor om die leiding te bemachtigen. Henk Hamming wil hem ook wel hebben met Figo Ricardo. Maar krijgt helaas 0 op het rekest. Deelnemers gaan op weg naar de eerste bocht. Figo Ricardo die zou zijn post kunnen vatten aan de reling van de baan. En die paarden uit het eerste band zijn wel degelijk goed vertrokken. Geldt eigenlijk voor alle paarden als ik het goed heb. En die hebben we op dit moment allemaal achter elkaar. Tellen we er 7? Ja, we tellen er 7. Het is aankop van het veld. Dus Avenir Zee, paard nummer 3. Op de tweede plaats de 4 Fico Ricardo. Derde de 2 Windful Meadow. Op de vierde plaats goed gestart McMyra. Achter McMyra is het dan Eik Heikant. En Eik Heikant wordt op een lengte gevolgd door Niels Jongejans achter Cicero Boko. En aansluiting is er voorop de vlieger. Hij rijdt paard nummer 6 Zazu Enzelens. Paarden zijn aan de overkant van de baan. Weinig wijziging in de volgorde. Betekent dat ze nog altijd Dennis Minnema en Avenir Zee het tempo mogen bepalen. Lengte voor. Op de tweede plaats daarachter is het dan Figo Ricardo. Achter Figo Ricardo, paard nummer 2, Windful Meadow. Dan is het met daarachter de 5 McMyra. En achter McMyra volgt dan Rob van Toor. Hij rijdt de 8 Eik Heikant. En achter Eik Heikant het laatste tweetal. Maar niemand voelt zich geroepen om wat te gaan ondernemen. Dat zijn Cicero Boko. En achter Cicero Boko dan nog een deel. Nemen in laatste stelling en dat is Zazu Enzelens. Paarden komen op weg naar de rechte lijn, maar de weg is nog lang. Om precies te zijn 2 volledige rondes en Avenir Zee bepaalt het tempo. Avenir Zee lengte voor. Op de tweede plaats volgt dan paard nummer 4 Figo Ricardo. Dan de 2 Windful Meadow voor de 5 McMyra. En daarachter dan de 8 Eik Heikant. Cicero Boko is het eerste paard dat naar het tweede spoor gaat. En dat is goed nieuws voor op de vlieger. Want die kan erachteraan met een paard dat het liefst een beetje naar voren gebracht wordt. Paard nummer 6 Zazu Enzelens. Paarden gaan door de bocht op weg naar de overzijde van de baan. Ook John de Leeuw onderkent het gevaar van insluiting en gaat in de aanval. Benut dan voor het tweede spoor met zijn McMyra. Veld schuift in elkaar. Luud Doper die zit daar nu helemaal in gemetseld. En ook Rob van Toor die kan geen kant op. Maar we gaan op weg naar de verre linkerbocht met de favoriet nog altijd aan kop van het veld. Avenir Zee, buitenzijde McMyra. Daarachter volgt dan in het tweede spoor Cicero Boko. Aan de binnenzijde daar nog wel wat voor. Figo Ricardo en achter Figo Ricardo is het Windful Meadow. En de laatste twee bekijken we vanaf de reling. Eik Heikant en aan de buitenzijde daarnaast dan de opkomende nummer 6 Zazu Enzelens. Tempo gaat nu ineens enorm omhoog op weg naar de laatste ronde. En het is aan de binnenzijde nog altijd die Avenir Zee. Maar die krijgt toch wel echt een zware aanval van McMyra. Avenir Zee, McMyra, deze twee paarden met Figo Ricardo die geweldig meegaat in dit geweld op de derde plaats. Op de vierde plaats daarachter volgt dan Niels Jongejans die met Cicero Boko gaat proberen of er nog wat te halen valt. En dat geldt hetzelfde voor paard nummer 6 Zazu Enzelens. Maar het was een beetje ja, een valse koers waarbij Dennis Minnema de tegenstand wat in slaap had gezust en nu uiteindelijk met overmacht wegloopt van het veld. Met Avenir Zee op de tweede plaats McMyra. McMyra moet op gaan passen, want heel brutaal is daar die Figo Ricardo en 3Dik komt daar ook nog een keer Rob de Vlieger naar voren met Zazu Enzelens. We komen in de laatste rechte lijn en de winnaar die is al lang en breed bekend als Avenir Zee. De strijd voor de plaats is spannender met die moedige Figo Ricardo. Die lijkt geboekt voor plek 2 en klopt een geweldenaar als Zazu Enzelens. Het is de 3 voor de 4, dan de 6, de 5 en de 7 voorlopig. Groen licht, dames en heren, voor de winnende combinatie Avenir Zee en Dennis Minnema, een 5-jarige bruine ruin van Buffetje de Noe uit Opera Victory. Die gaan we huldigen. Wat zei jij, Dennis? Je bent al weg, hè? Dan heb je ook geen bloemen. Geef hem applaus, dames en heren. Dennis Minnema. Hij wint... Ruud had al een bos. Handig werken zo. We hebben een mooie winnaar in de vorm van deze nummer 3, Avenir Zee. Bas, ik heb begrepen dat de mede-eigenaar Jeroen Veenstra, dat hij nogal hoog in de toptrainer staat. Dan kan ik het hem zelf vragen. Dus ik neem aan dat dat de reden is dat hij het hele jaar door moet koersen, of niet? Ik ben er bang voor. Het is verderweg het paard dat de meeste punten voor je binnen heeft gesleept. Ja, en Clint W. Bogo. Ja. En de derbywinners had ik allemaal. Dus hartstikke mooi. Ja. Hartstikke mooi dat John Boysman dat elke keer nog wil doen natuurlijk. Super. Ja, het is een hartstikke leuk spel. Hè? Het leeft enorm. Ja, gelukkig wel. En volgend jaar maar weer open. En vertel eens even over Spanga Hoeve. Hoe moet ik dat zien? Zijn jullie dat met een groep? Ja, dus, we zijn met 6 man. En twee kameraden van mij. Nou, mijn vader en een paar vrienden van mijn vader. En wij sinds vorig jaar met de kerst Avenir Zee van Brennens over kunnen nemen. En we hebben heel veel plezier van. En ik wil Brennens ook even bedanken voor dat hij
bij zo'n paard kan huren. En fantastisch. Hartstikke mooi gesproken, Jeroen. Niet ervan. Ja, bedankt. Jeroen Veenstra, koploper bij de toptrainer en woordvoerder sinds vandaag van de Spangerhoeve. En wat een mooi paard hebben ze in de vorm van paard nummer 3, Avenir C. Het werd hem gegund door Netto Racing. En uiteindelijk pakt dat hartstikke mooi uit. Mooi verhaal.